YouTube. Als je ook een uploader bent hier op YouTube en je maakt ook regelmatig filmpjes, dan wil je eigenlijk wel een goede internetverbinding hebben. Ik zal je vertellen, ik heb al jaren KPN, ADSL, internet only. En dat komt eigenlijk uit de tijd van toen je nog gewoon alleen internet kon bestellen bij KPN. Ik moet je zeggen dat ik ontzettend tevreden ben, want hiervoor had ik dus kabel van Ziggo at home. Alleen de uploadsnelheden waren echt zo slecht, zo langzaam. Het duurde uren om een klein filetje op te laden naar het internet. En mijn overstap naar KPN heeft dat een stuk beter gemaakt met mijn 2 MB upload wat ik al die jaren heb gehad en heb gebruikt. En tja, het heeft soms echt letterlijk 5 tot 6, 7 uren geduurd. Om bepaalde van mijn films op te laden naar mijn YouTube. Echt waar, het ging zo langzaam dat ik besloot dit jaar, toen mijn abonnement van mijn telefoon toch verliep en ik van €40 kon gaan naar €15. Ik had wat eurotjes over, bespaarde wat eurotjes. Ik dacht, laat me dat investeren in mijn internetverbinding, zodat ik een betere upload krijg, zodat ik sneller mijn filmpjes kan uploaden naar het internet. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb KPN gebeld. Ik heb ze verteld dat ik alleen internet wil. Ik wil geen telefoon. Ik wil echt geen tv. Dat regel ik allemaal helemaal zelf. Maar ik wil echt een betere upload. Dus ze zijn gaan kijken voor mij. En ik wil graag over dit abonnement praten. Ik ga ook zo meteen bellen met KPN. Ik ga ze een compliment maken. Een warme douche ga ik uitdelen aan KPN. Ik wil praten over deze verbinding. Ik ben er sinds gisteren achter gekomen dat de verbinding is geregeld. We hebben hier geen glasvezel in mijn buurt. Op mijn postcode is er geen glasvezel aanwezig. Maar KPN is zo slim geweest om wel een glasvezelverbinding te maken van mijn huis naar dat serverkastje. Nee, net andersom, Puk. Glasvezel van de server naar dat kastje toe. Dat geeft je toch een voordeel van 8 extra MB's upload. Ik zit nu met een upload van 10 MB per seconde. Nou, ik vind dat echt fantastisch. Zo, laten we even kijken. Vannacht moest ik een film uploaden naar mijn YouTube. En het ging zo verschrikkelijk snel dat ik het gewoon eigenlijk bijna niet kon geloven dat het allemaal zo snel ging. En ja, ik dacht, nou, daar moet ik even een filmpje van maken. Daar moet ik eventjes toch wel KPN een complimentje voor maken. Ik ben nou bijvoorbeeld een film van 1,4 gigabyte aan het uploaden. Het is een filmpje van mijn... Op mijn Facebook, laten we daar even naar kijken. Nou, welkom op mijn vrienden Facebook. Dit is echt alleen maar voor vrienden, dus tja, hier zie je niet zo heel veel. Maar goed, dit is de file. Dit is een file van 1,4 gigabyte. Ja, ik ben er net mee begonnen en hij, tja, ik kan het eigenlijk niet zien. Waar is hij? Hij is al helemaal hier. Zie je dat? Die videofile is al bijna opgeload. Dit duurde normaal 5 tot 6 uren, nou ja, niet overdrijven, Puk. Dit duurde op zijn minst 3 uur om op te laden. Ja, 1,4. Nou, ik ging ze meestal ook nog verkleinen, die files. Want ik heb een converter waarmee ik zeg maar de boel kan verkleinen. Ik verander de codec van ACC, AC3. Ik zal het even laten zien. Kijk, als ik een film importeerde vroeger, voordat ik een film ging uploaden, bijvoorbeeld zo'n hele lange film, dan ga ik dus zeg maar hier naartoe, naar dit programma, en dan haal ik het filmpje op. Ik zal even laten zien. Het filmpje hier is 1,45 gigabyte, zie je dat? Nou, en dan bracht ik hem dus hierin. En als ik dus zeg maar de film ga converteren, maar wel dezelfde eigenschappen behoud, zoals de resolutie en ik verander alleen de codecs naar MP4 en naar MP3, dan heb ik plotseling een hele andere file van dezelfde kwaliteit. Nou ja, je ziet het verschil bijna niet. Uiteraard zal de verschil zijn, anders zou die codecs er niet zijn. Maar je kunt zien, hier een file van 1, zoveel gigabyte is nog maar 500 MB, 419 MB. So, dit is effect een vreselijke goede deal. Als je dus met een lage uploadsnelheid zit. Dus effect, nu heb je ook geleerd hoe je zeg maar simpel die film kan verkleinen. Maar als je de originele size wilt behouden, hier kun je zien, ik heb 1,4 gigabyte opgeload. Onder
15 minuten. Dit is nog nooit voorgekomen hier zo op mijn adres. Ik wist niet eens dat dit echt bestond en mogelijk was. We zijn er al bijna. Zie je dat? Nog een heel klein miniem stukje. En dan zijn we er. Dus ja, ik wil eventjes nou gaan onderzoeken. We gaan even bellen met KPN. We gaan ze eventjes bellen, want ik ben ontzettend blij met KPN. Ik zal je dat vertellen. Ik zal ze even bellen op 0800-042. Even bellen. Dienstverlening. Kan dit gesprek worden opgenomen? Voor vragen over mobiele producten, toets 1. Voor vragen over vaste aansluitingen, toets 2. 2. Om u zo snel mogelijk met de juiste medewerker in contact te brengen, vragen we u om uw vraag in te spreken. Spreek na de pieptoon uw vraag in. ADSL Internet. Heeft u een technische vraag? Toets 1. Heeft u een vraag naar aanleiding van een storing? Toets 2. Wilt u een nieuw abonnement afsluiten? Toets 3. Voor overige vragen, toets 0. Een ogenblik alstublieft. There we go. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. De verwachte wachttijd bedraagt tussen de 3 en 5 minuten. Oeh, ja, de wachttijden zijn wel een beetje lang. Het gaat goed bij KPN, dus... Ja, je moet even geduld hebben. We gaan even luisteren naar de lekkere muziek van KPN, terwijl we onze mail gaan checken. Okay. Het leuke van KPN is dat het gesprek altijd gratis is. Het is gewoon gratis. Ik bel met mijn VoIP-telefoon naar KPN. Super bedrijf. Een ogenblik alstublieft. Hey KPN, die muziek die jullie gebruiken. Jullie zouden ook mijn muziek kunnen gebruiken, hè? Het is goedkoper. Het is gratis. Tja. Ja, goedemiddag. Je spreekt met Puck Darlington, Channel 48. Ik ben bezig met een promotievideo voor KPN. En ik wil graag wat informatie van jou. Is dat mogelijk? Ja, tuurlijk. Oké, dan. Het gaat om het volgende. Ik heb namelijk mijn pakket opgedate, kort geleden. Nou, Hoor je me nou beter? Nee, maar ik sta op de speaker, of niet? Je staat op de speaker, ja. Omdat ik wil dit gesprek, ja, anders hoor, anders kan ik niet laten horen waar we het over hebben. Hoor je me nou beter, of nog steeds slecht? We gaan het proberen. Oké, je spreekt met Puck Darlington, Channel 48. Ik ben een YouTuber en ik ben al jaren bij KPN. Eigenlijk een hele tevreden en trouwe klant. Ik heb een ADSL-verbinding, nog uit de tijd van ADSL only. En ik betaalde $27,50 en dat is nou $29,50 geworden. However, ik ben verwend geraakt door een buurman waarvan ik af en toe de verbinding mocht gebruiken voor het uploaden van mijn video's. En ik heb KPN direct toen gebeld om te vragen waarom ik dus maar met 2 MB upload zit. En ik heb dus mijn abonnement opgedate, zeg maar, naar het abonnement van €42,50 per maand. En ik heb nou 10 MB upload. En je wil niet weten hoe mijn leven daardoor als producent veranderd is. Dus daar bel ik je eigenlijk even voor. Ik wou eigenlijk een soort warme douche uitdelen. Maar ik wou ook eventjes dat je even voor ons keek of ik nog hoger zou kunnen gaan eventueel. Ik kan me voorstellen dat er nog misschien andere mensen zijn die naar dit filmpje kijken en die denken van ik moet wel 20 gigabyte per dag uploaden en dat moet echt nog veel sneller dan die 10 MB per seconde of per minuut. Hoe kunnen ze dat het beste doen bij KPN? Bellen. Ja, heel simpel. Ja, maar wat heb je in de aanbieding boven die 10 MB nog? Bijvoorbeeld, ik zou niet hoger kunnen gaan dan 10 MB, heb ik begrepen. Omdat er geen glasvezel bij mij ligt. Maar ik heb dus wel een glasvezelverbinding van mijn huis naar het serverkastje. En dat maakt de boel ook alweer... Andersom. Vanaf de centrale naar de straatkast, dat is de glasvezel. Oh, dat is de glasvezel. Haha. Ja, en dat laatste stukje, dat is dan die telefoonlijn waar u het over heeft. Ja. En dan heb je inderdaad... Je hebt een downloadsnelheid natuurlijk en de upload, maar er ligt vaak, in de meeste gevallen, rond ongeveer 10% van de download. Ja, dus ik... En als je echt nu bezig bent met een mooi filmpje, dan is het op zich wel
commissie zijn ze hier heel erg mee bezig. Ja. Kregen we vandaag bericht over. Ze zijn bezig met plannen dat heel Europa vanaf 2025 een minimale downloadsnelheid moet hebben van 100 Mbit. Ja. Nou ja, en dan heb je ook gelijk alweer die upload erbij, hè, want dat gaat eigenlijk overal hetzelfde, van 10%. Dus dat iedereen ook gelijk die 10%, of die 10 Mbit per seconde aan upload heeft. Wauw. Oké, gaan die prijzen daarmee dan ook omlaag of blijven die gelijk? Ja, goede vraag. Goede vraag. Ik durf het niet te zeggen. Als ik kijk naar de afgelopen periodes, kijk, prijsstijgingen heb je gewoon, helaas. Ja. Aan de andere kant is het ook zo dat de snelheid wel elke keer ook verhoogd wordt. Dat heb ik wel gemerkt. Dat heb ik wel gemerkt. Sowieso de downloadsnelheid is van wat had ik eerst? Iets van 800-900. Dat is nou naar 1,5 MB. Dus dat is behoorlijk vooruitgang. Ik werk hier nog niet 20 jaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik werk hier nou 1 jaar of 4. Toen ik hier begon, toen hadden we bij het instappakket, daar hoorde een snelheid bij van 8 Mbit. Klopt. Die is verhoogd toen naar 10. Hij staat nu op 20. Wauw. Die snelheid, die pakketten, die worden gewoon ook elke keer aangepast naar wat bij de bij het gebruik ook past. Zeg maar. Vandaar dat ik dus op 2 MB upload zat. Want dat is dus 10% van die 2 megabit. Of hoe zeg je dat? 20? Van die 20. Ja, van die 20. Ja, ja. Oké. Okay. Precies. Ja. Dat heeft ermee te maken. En u bent dan. Ik heb nog geen postcode, dus ik heb nog niet alles voor me staan. Maar de technieken die zijn al zover. Er wordt heel veel getest natuurlijk ook. Ik verwacht dat u een VDSL vectoring line heeft. Als u 100 Mbit zult hebben. Dus dat is met een soort ruisonderdrukking, waardoor er minder storing komt over die lijn. Maar ook dat die sneller wordt gemaakt. Ja. Zijn ze nu ook al aan het testen. En in bepaalde testfases wordt ook al gewoon met exact dezelfde techniek wordt 200 Mbit gehaald. Wow. En op het moment dat het uit die testfases komt, nou ja, en dan kunnen we dat ook langzaam gaan doorvoeren in alle abonnementen. Ja, ja. Maar als ik nou begrijp, is mijn downloadsnelheid is nou ook omhoog gegaan dus. Aha, oké. Okay. En wat is er, wat is er nog boven het pakket van 42? Hoe hoog zou ik maximaal kunnen gaan met mijn snelheid? In de positie dat ik zit. Ik heb de postcode, want dan kan ik even de gegevens erbij pakken. Ja hoor, ik zet even op pauze. Oké, dus ik heb een. Ik betaal 42,50. Ik heb een goede upload nou. Maar zou die upload nog hoger kunnen? Ja, mens is nooit tevreden natuurlijk. Nee, dat klopt. Op dit moment kan dat gewoon nog niet. Ja. Hij heeft met een aantal zaken te maken. Je hebt ten eerste natuurlijk die vectoringlijn die erbij zit. Heeft nog wel een redelijke afstand. Ja. Het is niet dat je op 100 meter van zo'n kast woont. De afstand is iets groter. En je zit bijna op de 2 kilometer afstand van die kast. Wow. En dan nog zulke snelheden. Ongelooflijk. Ja, dus vandaar dat hij nog niet hoger kan. Ja. Ik zei net al van, we zijn wel bezig met verschillende tests, dat het wel omhoog geschroefd gaat worden in de toekomst. Maar ja, zover zijn we gewoon nog niet. Dus ik zit al op de top wat ik kan hebben hier zo op mijn adres. Ja. Oké, goed om te weten. Ja. Geweldig. Nou, dus op dit moment is dit gewoon helaas alles. Maar goed, die ontwikkeling gaat zo razendsnel. Het kan best zijn dat volgend jaar dat we zeggen van ja, je hebt een abonnement, we gooien die, u heeft een extra pakketje ervoor voor die snelheid. En misschien is die volgend jaar wel gratis, wie weet, zou kunnen. Tja. Dat het gewoon bij het abonnement wordt, kan. Ja, oké, we zijn weer terug en we gaan praten nou over 5G dat binnenkort in Groningen is. Ik heb er heel weinig informatie over. Ik mag er ook gewoon niet veel over zeggen. Oké. Al wist ik er heel veel over. Oké. Het is gewoon allemaal testfases. Ja. Maar goed, we hadden in het verleden natuurlijk de 3G. Op dit moment 4G, 4G plus voor de mobiele telefoons. Opvolgende van 5G, nog veel sneller internet voor de mobiele telefonie. Wat ik zeg, dat wordt gewoon uitvoerig getest.
Zo, dus Groningen is onze teststad, zeg maar, waar wij zeg maar onze beste voordeel kunnen opdoen met KPN, begrijp ik uit dit gesprek. Op dit moment, die 5G, het wordt getest. Mobiele telefoons, over het algemeen wat verkocht wordt, zijn er gewoon niet geschikt voor. Hè? Dus als consument merk je er nu nog heel weinig van. Maar op het moment dat dat weer ingevoerd gaat worden, zeg maar, dat we daarin verder gaan in die 5G, het komt uit de testfase, wordt geschikt gemaakt voor consumenten. Ja, dan is Groningen natuurlijk, eigenlijk zal dat dan de eerste stad zijn die overgaat naar de 5G. Wauw. Nou, Groningen, je hoort het. En daar heb ik nog toch wel eigenlijk een beetje belangrijke vraag. Ja, je hebt het over Groningen en zo. En over internet, snel internet. Zijn er nog meer mogelijkheden die Groningers te wachten staan? Want kijk, bijvoorbeeld, ik wil het hebben over Vodafone. Ik weet niet als je dat oké vindt. Maar Vodafone, die doet de aanbieding bijvoorbeeld hier zo. En die bieden dus zeg maar 10 Mbit of nee, 8 Mbit snelheid aan, zeg maar 8 MB, voor €29. Hoe kunnen zij dat doen? Hoe is dat mogelijk? Ja, geen, durf ik niet zeggen, Want weet ze je. zitten Ik ook, ze ga niet zitten, zeggen ze. over concurrenten wat ze aanbieden. Joh, ga mij geen slecht woord horen zeggen. Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet. Alleen ik vraag me dus af, want ik ben dus. Ik was in de verleiding om dat te doen. Alleen toen ik de recensies ging lezen, was ik toch zeer, zeer angstig geworden. En verkopen ze zomaar wat? Of. Durf ik even niet te zeggen. Kijk, Vodafone die gaat natuurlijk fuseren met Ja. Ziggo. Dat sowieso. En zij leveren nou nog eigenlijk over eenzelfde soort technieken proberen ze te gebruiken als KPN. En ja, hoe leg ik dat makkelijk uit? Dus dat is in principe via telefoonlijnen glasvezel wat ze dan nu doen. Als ik me niet vergis, willen zij alleen maar leveren op gebieden waar minimaal 12 Mbit wordt geleverd. Ja, Dus klopt. 8 Mbit, dat doen ze niet meer. Nee. Maar goed, ja, kijk, KPN heeft natuurlijk wel het voordeel dat wij zijn gewoon echt, nou ja, zeg maar 100 jaar zijn wij al bezig met telefoonlijnen, noem maar op. Dus wij hebben wel heel erg veel kennis in huis. En ik denk dat we daar ook heel erg in onderscheiden ten opzichte van Vodafone. Ja, oké. Dus het is eigenlijk meer een promotieactie. Het zou ook kunnen zijn dat ze dat wel kunnen leveren, maar dat ze daar flink op inleveren, zeg maar. Ja, nou ja, kijk, het kan best zijn, hè, dat zij zeggen, nou ja, we drukken al een knopje en er wordt geleverd wat in mijn papiertje staat. En bij KPN hebben we gewoon zoiets van, nou ja, we hebben ADSL, we hebben VDSL, we hebben BVDSL, noem maar op. Alle verschillende technieken die mogelijk zijn. En we gaan het maximale eruit halen. Maar goed, het kan best zijn dat zij die kennis misschien niet hebben bij Vodafone, dat het überhaupt kan. Ze weten misschien niet, misschien weten sommige medewerkers daar niet eens wat het is. Zou Ja, kunnen. klopt. Het blijft een beetje gissen. En wat ik zeg, geen kwaad woorden over Vodafone, Nee, dat doen ze zeker natuurlijk niet. ook Zeker prima. niet. Zeker niet. Maar goed, ik weet wel hoe dat bij KPN gaat. En hier is natuurlijk wel kennis is echt super belangrijk. Iedereen wordt hier heel goed opgeleid. Dus iedereen weet ook van alles veel af. En nou ja, vandaar dus dat wij ook dan een klant zoveel mogelijk proberen te helpen. Een lijn zo snel mogelijk proberen te krijgen. En dat de klanten dan ook, zoals dat u ook heeft, met die mooie uploadsnelheid. Wauw, dat is zeker ook zo. Wat ik ook van KPN heel vriendelijk vind, is het gratis nummer beschikbaar voor klanten. Dat is toch wel erg belangrijk. Dat heb je niet overal. Nee. Nou ja, ik weet genoeg. Ik neem aan dat jij die warme douche nou wel ontvangen hebt. Hier komt die aan. Dankjewel. Ja, ik hoop dat je een handdoek daar zo hebt om je gezicht af te drogen. Ik wil je hartstikke bedanken voor de service van Ja, KPN. graag gedaan. Een Graag dikke gedaan. thumbs up voor KPN. En ik hoop niet dat we veel haters krijgen op deze video, want ik vind KPN toch echt de beste. Laatste dingetje, als er ooit wat is, Ja. voor jou of voor
voor je kijkers. Ja. We hebben een klantenservice die er ook 24 uur per dag zit. Dus als er wat is, je wil een bestelling plaatsen of je hebt een klacht of een storing of wat dan ook, bellen mag altijd. Oké, heb je nog even snel een nummer voor ons? Ja, tuurlijk. 0800 0402. Oké, nou hartstikke bedankt. En we hebben gesproken met meneer? Slok. Oké, meneer Slok, hartstikke mooie dag daar voor jou. Het is niet zo mooi weer vandaag in Groningen, maar ja, het is wel lekker cool. Dus ja, we houden het lekker uit. Ja. Okido, nou super mooie dag daar, meneer Kok. Ja hoor, dank u wel. Oké, okay. Ja, doei doei. Nou, dat was meneer Slok. Dit kwam natuurlijk uit het hart, deze video. En waarom heb ik het gemaakt? Omdat ik tevreden ben. Ik sta echt te kijken van het feit dat ik een file van 1,4 gigabyte zo snel heb opgeload. En ik vind ja de goede dingen die je aangeleverd krijgt van bedrijven, daar mag je best een beetje reclame voor maken. En daar mag je best wel over praten, want er wordt altijd veel slecht gepraat achter de ruggen van bedrijven. Weet je, van dit en dat en zo en zo. En andere bedrijven zeggen zelf heel brutaal van ja, kom naar ons, want die bla bla. Dus je hebt gezien, KPN die houdt het heel netjes in stijl. We hebben geen slecht gesproken over Vodafone en mogelijkheden, et cetera. Expertise is erg belangrijk. Als het gaat om snelheid aanbieden, verkopen en hebben. Ik moet zeggen, KPN, bedankt voor dit leuke gesprek en de informatie. Dus even voor de duidelijkheid, wat hebben we geleerd? Op een postcode zoals de mijne, waarbij je zeg maar nog de oude telefoonlijn hebt. Ja, het is 2 kilometer naar het kastje toe. Dus dat is best wel een behoorlijke afstand. Dat gaat gewoon over de koperen telefoonlijn. En vanaf daar wordt het overgenomen naar glasvezel. Dus vanaf dat kastje daar heb ik glasvezel. Dus, en daarom is mijn snelheid ook omhoog gegaan. We hebben ook geleerd dat de uploadsnelheid altijd 10% is van de downloadsnelheid. Dus in dit geval heb ik 10 MB, 10 megabit upload. Dat betekent, dan heb ik 100 megabit. Ja toch? Ik moet het toch maar weer even gaan berekenen. Ik heb in ieder geval 10 megabit upload. En dat is fantastisch voor Channel 48. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je bij een internetprovider zit die ja, jou niet geeft wat je wil hebben. Nou, ik kan je vertellen. Voor 7 of 29,50 kun je ook ADSL only. Tenminste, ik weet niet of dat pakket nog bestaat. Maar er moet iets zijn daar zo in die buurt. Je moet gewoon even bellen met KPN. Ze hebben wel vast iets voor jou. Als je geen tv wil hebben, als je nog gewoon tv over de oude kabel kijkt. Of je hebt een satellietschotel zoals ik. En een internet. Weet je, kijk, ik heb nou echt een supersnelle internetverbinding. Dus ik kan gewoon lekker tv kijken over het internet. Ik kan ook bellen. Ik ben er net achter gekomen dat ik een telefoonnummer heb. Ik wist niet eens dat ik telefoon had. Ik hoef hem alleen maar in te steken. Ik heb al die jaren heb ik telefoon gehad. En ik wist het niet eens. Ongelooflijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wens jullie veel succes toe daar met jullie internetverbinding. En hasta la vista. Tot ziens bij KPN.